De herfst staat voor de deur en onze weerstand komt onder vuur te liggen. Kortom, we worden wat gevoeliger voor invloeden van buitenaf. Wat denk je? We zetten de thermostaat opnieuw een beetje hoger en kruipen gezellig bij de haard. Tijdens een van zijn vele studiereizen ontdekte Alfred Vogel de bijzondere eigenschappen van rode zonnehoed of Echinacea purpurea. Hij raakte onder de indruk van de weerstandsverhogende eigenschappen van de plant en kreeg enkele zaden mee naar Zwitserland. Daar ontwikkelde hij uit deze plant het bekende natuurlijke product Echinafors. Als je wil bouwen aan voldoende weerstand, dan moet je vooral blijven bewegen in de frisse buitenlucht. Zorg ook voor voldoende slaap en blijf positief ingesteld. En je kan je lichaam extra ondersteunen met een natuurlijke weerstandverhoger zoals Echinafors. Echinafors van A. Vogel is gemaakt op basis van de verse plant die onmiddellijk na de oogst verwerkt wordt. Daardoor bevatten de producten een maximum aan werkzame bestanddelen en zijn ze krachtiger dan producten op basis van gedroogde planten. Echinafors versterkt je weerstand. Zo ben je gewapend tegen de komende herfst en winter. Echinafors bestaat in verschillende vormen. Er zijn Echinafors Forte-tabletten en ook koudtabletten met vitamine C. Dat is handig voor onderweg. Voor de kinderen is er Echinafors Junior. En als het dan toch fout gaat, dan is er nog altijd de Echinafors Hot Drink. Het is een heerlijk warm drankje dat gebruikt wordt als krachtige weerstandsverhoger om snel weer beter te worden. De drank bevat een hoge concentratie Echinacea purpurea, aangevuld met geconcentreerd vlierbessensap rijk aan natuurlijke antioxidanten. Zo, het is simpel. 1 lepel siroop in een tas en wat heet water toevoegen. Maar koud water kan natuurlijk ook altijd. Meer informatie vind je op de website chout.tv. Gezondheid. Het Winsonterras van de Keuning in de Jouttuin is afgewerkt en al volop in gebruik. Het is een heel onderhoudsvriendelijk materiaal. Een minimum aan onderhoud is dus voldoende. Na het plaatsen is het nuttig om je terras al voor een eerste keer schoon te maken met een huishoudelijke hoge drukreiniger. Zo ziet alles er bij het begin af aan al picobello uit. Gebruik een rechte straal en reinig in de lengterichting van de planken. Hou de spuitkop op minimaal 30 cm afstand en gebruik maximaal 100 bar druk. Maar soms gebeurt het dat er wat eten gemorst wordt. Schrobben met water en zeep is meestal voldoende. Deze planken bestaan uit 50% PVC en 50% hout. Als je dus bijvoorbeeld wat barbecueolie morst, ja, dan heb je een probleem, want dan heb je een vetvlek. Je kan ervoor kiezen om het zo te laten, want dat verdwijnt na verloop van tijd toch. Of je kan ervoor kiezen om de vlek meteen te verwijderen met deze O-Clean spray van de Keuning. Verdelen, afspoelen en klaar. In de schaduw kan er een groenaanslag ontstaan. Een jaarlijkse poetsbeurt met een bleekwateroplossing volstaat om je terras opnieuw proper te maken. Deze Twinson terrasplanken van de Keuning hebben het klasse A-label. Dat is de hoogste duurzaamheidsklasse. Een goede keuze dus. En voor meer outdoor-inspiratie surf je naar jout.tv.